kleine land moet bijna 13 miljoen mensen in het leven houden. Daarvoor moet heel wat werk worden verzet. Gelukkig is er hier in de extra dichtbevolkte omgeving van Rotterdam heel wat werk dankzij de internationale scheepvaart en een groot aantal bedrijven. Een van de grootste daarvan is de Rotterdamse Droogdokmaatschappij. Deze film gaat iets laten zien van wat dit bedrijf presteert, van wat het betekent voor ons land, voor onze toekomst en misschien voor jullie toekomst. Zodra je op ons terrein bent, zul je zien dat de RDM haar naam nog altijd eer aandoet. Al vanaf de oprichting in 1902, toen de RDM als eerste Nederlandse werf drijvende dokken in gebruik nam, hebben deze het beeld van de werf voor een groot deel beheerst. Van heinde en verre komen hier per jaar ruim 700 schepen voor reparatie. Soms zijn ze lelijk gekneusd, zoals het schip dat hier in dok ligt. Zodra men weet wat er vernieuwd moet worden, gaat men ook aan het werk in de scheepsbouwloods, waar netjes op maat nieuwe delen of secties worden gemaakt.